Hij komt dus naar een nieuw onderdeeltje toe. Ja. Normaal gesproken hebben we nu het verzoek op maat van Miguel. Maar Miguel is er even niet, dus ook geen verzoekjes. Maar ik heb een nieuwe emmer meegenomen. Het is niet het dilemma van net, gelukkig. Nee. Het heeft echt lang geduurd voordat ik snapte dat het dilemma was, trouwens. Dilemma van een emmer. Ja, er is over nagedacht. Ja. Had jij hem wel meteen, jongens? Ja. Oké. Goed zo. Goed. Ja, eerst was het de dilemma-emmer. En toen dacht ik van nee, dilemma. En was Miguel het niet mee eens. En toen, nou, whatever. En toen kwam die plus erbij. En, De plus was van niet alleen maar dilemma's. Maar dilemma goed, plus, ja. Ik heb nu het gesprek van de dag bij me. Maar wat is het gesprek van de dag? Hier zitten een paar briefjes in met een soort van actuele onderwerpen. En wat gaan we doen? We gaan gewoon een briefje eruit vissen. Kijken wat het onderwerp is en dan gaan we het even over hebben. Of onze mening over spuien. Heerlijk, nu al zin in. Ik vind dat jij nu mag grabbelen, Daan. Echt? Ja, mag jij? Ik voel me echt vereerd, jongen. Oh, dat zijn ook echt heel veel. Dus allemaal hetzelfde? Nee, het zijn allemaal andere dingen. Oké, daar gaan we. Welk het onderwerp? Gesprek van de dag gaat over het koud voorjaar. Ja, het is me wat, hè, het weer. Nou, mag je dan pakken? Nederlandse kan ook niet, toch? Nee, gewoon zeik over het weer. Ja, weet je het andere? Nee hoor, laten we het gewoon over het koud voorjaar. Het is jouw item, dus laten we het gewoon over het koud voorjaar. Okay. Zal ik hem teruggooien? Nee, weer? Alsjeblieft zeg. Oké. Okay. Hou hem er even uit. Nou, het is me wat, hè. Ja, potverdikkie, hè. Nou, het is wel echt kouder dan gemiddeld, hè. Ja, weertje waar. Nou. Ja, nee, ja, maar daar gaat het in principe om. Dat het voorjaar komt heel langzaam op gang dit jaar. Ja. Komt dat omdat we nu een jaar lang niet gevlogen hebben, Rick? Ik denk het wel. Jij als klimaatcriticus? Ja. Of misschien heeft het weer zelf een verkoudheidje opgelopen. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat er nu overal dolfijnen zwemmen en dat we gewoon weer koude winters krijgen. Oh, maar dat zou dolfijn zijn. Precies, omdat we één jaar, niet gevlogen hebben. Ik acht die kans vrij klein. Maar ja, het zou kunnen. Ja, ik ook. Met name omdat we de klimaatdoelen gewoon net niet gehaald hebben ook. Afgelopen jaar. Terwijl er echt helemaal niks gebeurd is in het leven. Dat is toch gek? We hebben de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald. Ja, ik trek hem even naar een hoger plan. Ja, dat. We hadden doelen. Hè? We moesten allemaal schoner, het moest allemaal groener, het moest allemaal beter. Dan hadden we een bepaald doel als we dat in 2030 willen halen. Als we het in 2030 niet halen, dan gaan we allemaal kapot aan de... Dus moesten we dit jaar een bepaald doel halen. En terwijl niemand ongeveer gevlogen is of uitstoot naar zijn werk of weet ik wat, hebben we het toch niet gehaald. Nee, ja. Maar iedereen is wel gewoon thuis. Dus zeg maar, alle koffieautomaten thuis, alle tv's, alle weet ik het wat, staat natuurlijk wel gewoon... Ja, en sowieso qua verkeer. Volgens mij was het alleen vorig jaar maart even een dipje erin. Ja, dat zal het wel zijn. Maar goed, we hebben dus nu een koud voorjaar, Rick. Ja, nou ja, ik zag dus van de week op het nieuws. Ja. Hadden ze een paar van die foto's naast elkaar gezet van plekken in Nederland. Ja. En dan een foto van vorig jaar en precies dezelfde foto van dit jaar. En vorig jaar rond deze tijd, alle bomen helemaal groen en alles in de bloei. Ja, dat is nu nog niet zo. Het is nou gewoon nog winter, zeg maar. Ja, ja, maar dat is fijner dan wanneer het zeg maar in februari 2 weken lang 15 graden is. Overal alles alweer vergroeid is en dat het daarna allemaal kapot vriest. Ja, nee, dat is niet de bedoeling. Maar ik vraag me wel af nu. Kijk, nu is het dus veel later dat het pas allemaal in de bloei komt te staan. Ja. Wat betekent dat dan voor straks? Is het dan langer goed of zo? Onze tulpen en al die bollenbloemen, zeg maar, die zijn alweer gewoon, dat is gewoon klaar. Alle blaadjes zijn er alweer vanaf, zeg maar. Alle lol weer gehad. Dus zo koud is het dan ook niet geweest, denk ik. I don't know. Maar dat gevoel heb ik dan. Ja. Nou, ik weet wel, ik heb dus dit jaar een motor gekocht. En dat is misschien nog wel goed. Dan is het normaal zeggen zo rond de Pasen is de eerste rit. En, het was koud, jongen, op de motor. Lekker glad en een stuk beter voor zo'n motor ook. Ja. Voor zo'n motor ook, Dat het glad is. Ja, ja voor mij ook. Ja, precies dat. Maar je krijgt nou ook later in het jaar zeiden ze pas last van die kutrupsen. Dat is waar. Ja, en ik wil op zich met het weer wel de afspraak maken dat het dan nu ook gewoon, aangezien we nu weer naar het terras kunnen, dat het ook gewoon tot november gewoon 25 graden is. Ja, wat dat betreft is prima. Ja, als het daarmee hand in hand gaat. Ik vond het een heel onsamenhangend item dit. Anders ik wel. Maar wel lekker. Ik hoorde het laatste verhaal van een man. Die had onze vorige video gedeeld. En die dacht, nou werd hij multimiljonair. Dat klinkt als muziek in de oren. Ik zeg niet dat het er iets mee te maken heeft, maar probeer het gewoon. Liken, abonneren, delen met iedereen die je kent. Iedereen. En wie weet,